Eigenlijk zijn het gewoon ook rode duivels. Maar ja, al die andere namen waren allemaal bezet door alle andere rode duivels. Dus laat ze maar speciaal zijn. Gevoetbal is een sport voor mensen met een meestal verstandelijke beperking die op bepaalde niveaus wedstrijden spelen of toernooien spelen onderling. En waar ze ontzettend veel plezier van beleven. We zijn hier te gast op de voetbalterreinen van Gulligen. En dit is het damesteam wat al denk 10, 15 jaar bestaat. En dat zijn geweldige dames die voor mij een voorbeeld zijn hoe gevoetbal, beleving en plezier eigenlijk belangrijk is in hun leven. Ik ben Helene. Vandaag hebben we een training gehad met onze damesploeg. Voor mij betekent voetbal wel veel. Als ik hier ben tussen mijn vriendinnen is dat een vrijheid dat ik heb. Ook al verliezen we een keer, we slaan er allemaal ons door, samen als ploeg. En dat vind ik mooi. Er was een jongen en die had geen vervoer. Die is van Brussel-Zuid naar Tubize komen lopen. En toen ik dat hoorde was ik al onder de indruk. En dan vertelde hij ook van... Trainer, ik heb ooit mijn rug gebroken en ik ben nu helemaal terug aan het knokken. En als je dan al die verhalen hoort, dan is het zo mooi dat sport die mensen aanzet tot bewegen, sport hun veel fitter maakt. En er zijn onderzoeken geweest als gehockeyers daar gaan hockeyen en na 2 jaar worden ze onderzocht, dan zijn ze mentaal ook veel sterker en veel gezonder. Mijn doel met de Special Devils is dat wij mooie toernooien gaan spelen in het buitenland. Dat wij België mogen vertegenwoordigen als een land wat daarmee bezig is. Dat we die mannen plezier kunnen geven. En dat we die mannen ook heel trots mogen zijn op hun Belgisch shirt. Die mensen willen geen medelijden. Die mensen willen een gelijkwaardige behandeling. En dat doen ze naar jou ook. Je krijgt daar zoveel warmte en zoveel liefde van terug. En als je ziet hoe mensen plezier beleven aan een spelletje voetbal... op hun manier, maak die mannen je vriend, want dat zijn allemaal helden.